Hey Superfoodie, ik ga je zo gelukkig maken met deze video. Ik ga je namelijk vertellen dat je meer chocola mag eten. Maar ik ga je dan ook wel vertellen over welke chocola ik het heb. En ik laat je een recept zien waar je niet alleen heel erg gelukkig van gaat worden, maar waar je ook nog eens mooier van wordt. Ik hou echt enorm van chocola. Soms doe ik wel eens mijn best om af te kicken. Nou ja, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk eet ik gewoon elke dag chocola. Maar het is super normaal dat je zin hebt in chocola, want er zitten stofjes in, flavanolen. En die zetten tryptofaan om in serotonine, de mood stabilizer. En er is een studie gepubliceerd waarbij ze vonden dat de baby's van vrouwen die tijdens hun zwangerschap chocola aten, een stuk minder gestrest waren. Nog een leuk feitje over chocola. Er zitten polyphenolen in cacao en dat zijn antioxidanten. En die zijn goed tegen de vorming natuurlijk van vrije radicalen, maar die verminderen ook ontstekingen. Ze verbeteren bijvoorbeeld ook de bloedsomloop en helpen de cholesterol en de bloeddruk verlagen. Nou, dat is natuurlijk wel een nadeel dat meestal cacao komt in een verpakking van vette koemelk en geraffineerde suikers. Dus het hangt er wel een beetje vanaf wat voor soort chocola je gaat eten. Wil je ook echt van die gezondheidseffecten profiteren. Ik ga je nu laten zien hoe je je eigen rauwe chocolade gaat maken. En ik ga een ingrediënt toevoegen waardoor het echt meteen een beautyproduct wordt van binnenuit. En dat ingrediënt, dat is Luminous. Luminous is rijk aan vitamine C, aan magnesium, aan zink. En is van belang voor de vorming van collageen om je huid te verbeteren van binnenuit. En het draagt bij aan een normale hormoonhuishouding. Andere woorden, van deze beauty chocolate cups mag je gewoon onbeperkt eten. Ik ga je laten zien hoe we dit doen. Je kunt cacao poeder gebruiken. Ik gebruik nu van die cacao chips. Wat eigenlijk van puur cacao is. Die laat je au bain-marie smelten. Dus met een laagje water onderin de pan. Oké, chocola laten we even smelten. En dan hebben we wat rode bessen. En die prakken we fijn. Hoeft niet helemaal te worden gepureerd. Het is wel lekker als je nog een beetje structuur hebt. Voeg je er wat chiazaadjes aan toe. Zodat het een beetje een gelei gaat worden. Dit is nu eigenlijk alleen maar gesmolten cacao. Dus als je niet van die mooie cacao chips hebt, dan kun je ook cacao poeder en kokosolie doen. En dit dan helemaal smelten. En dan voeg je er wat ahornsiroop bij, naar smaak eigenlijk. En een klein snufje zout. En dan is eigenlijk gewoon de kunst, je moet gewoon blijven proeven. Wat je dus lekker vindt, hoeveel een hoornsiroopje erbij doet. Vormpjes. En elk vormpje ongeveer een lepeltje chocola. Nou, dit zetten we eventjes in de vriezer. Oké, hier hebben we de bessen. En daar doen we uiteraard dan een theelepeltje Luminous bij. En daar voegen we dan wat kokoscreme bij. En dit is kokosmelk. En ik heb het blik even een nachtje in de vriezer gelegd, waardoor het een stuk dikker is geworden. Je hondje erop. Nou, alleen dit al is mega lekker. Maar dit bewaren we nog even in de vriezer, totdat de chocola hard is. Oké, nu komt het leuke gedeelte. We gaan de beautyvulling erin doen. En dan doe je er nog een beetje chocola bovenop. Deze zet je nog even terug in de diepvries. En dan is het klaar. Kijk, hoe fantastisch ziet deze chocola eruit. En dit kun je dus gewoon zonder schuldgevoel eten. Je wordt gewoon hier letterlijk mooier van en gelukkiger. Dus laat me weten in de comments hieronder met wie jij dit chocolaatje zou willen opeten. En dan zien we de volgende video.